Ayot verplaatst prachtig naar Angelino. Angelino, daar is de tweede paal, daar is de openingstreffer. Geweldige actie gelijk van Rai Vloed. Wat een mooie aanval, maar wat een vrijheid had Angelino ook aan de linkerkant. Wat een afgemeten voorzet, wat een mooi afgemaakt doelpunt. 1-0 NAC. Wat gebeurde daar? Hij gaat gewoon uit zichzelf liggen. En dit is iets met de knie, denken wij. Maar oei, oei, oei. Daar gaat Jeff Hardeveld. En hij wordt door Roland Baas vervangen. Alle sterkte, ook van deze kant natuurlijk, voor de linksback. Alle ruimte hier om aan te nemen en voor te geven. En daar zit gelijk. Ik denk dat het voor mij is. Die het laatste tikje geeft. Boom voor mij. 1-1. Keeper komt. Keeper bokst meer niet. Wordt gehinderd. En opnieuw ingebracht. En gemaakt. Nee, wat een redding. Toch de goal. Toch de goal. Ambrose. Thierry Ambrose. Zijn 8e van het seizoen. Dat was trouwens niet de Castro. Hij schoot gewoon tegen Breukers op. Ja, aanspelen maar. Hoppa, kijk eens even. Achter het standbeen aangenomen. Nou, dan hoeft deze niet meer goed te zijn hoor. Dan zijn de echte liefhebbers al lang bediend. Geweldig. Dan gaat het publiek je naam roepen en dan doe je dit. Dan ben je niet een baas, dan ben je de eindbaas van dit NAC. Wauw. Buitens. Oei. Wilde compenseren. Het is dat Manu Garcia zoveel techniek heeft. Het is nu even 3-3. Manu Garcia gaat ook zelf. Manu Garcia, slalom naar de 3-1. Oh, wat een slalom. Wat een goal. Manu Garcia. Foutje Buitens. Hier heeft hij de bal al. Op de middenlijn. Mes, boter, slalom, doelpunt. Angelino. Kan nog met Ambrose. Oh, tegen de paal. Hij moet er dan vanaf. Tim Breukers is het zat. Toch is het een hele vage actie. Omdat op het moment dat hij uit frustratie zijn tweede geel pakte, de strijd nog lang niet verloren was. De vrede blijft gewoon gaan. Tweede paal vraagt hij. Dit kan ook. Daar is hij. Buitenspel. Nee! Mitchell tevreden staat geen buitenspel. En heeft direct zijn goal te pakken. En dan is dit geen buitenspel. Dan is dit gewoon 4-1. En de eerste goal voor NAC van Mitchell tevreden. El Alucci. Umar. El Alucci. El Alucci. Ja. Ook hij zocht de hele avond naar zijn goal. En zegt nu dat hij van ons houdt. Het telraam kan erbij. Ambrose. Umar. De invaller, de vervanger van tevreden. Tijn Peter, gaat hij het dan ook doen? Gaat hij het ook doen? Ja hoor. 6-1. 6-1 Umar. Dit grenst aan het bizarre en ongelofelijke. Dit scenario hier vanavond in Breda. Vloed, Ambrose. Manu Garcia met de mooiste. Tevreden. El Alucci en Umar. Deze namen staan uiteindelijk op het scorebord.